Ja, ja, hier is de Vissie weer en welkom weer bij een hele nieuwe Q&A. Jawel, deel nummer 73 alweer. En ja, vergeet niet eventjes te liken natuurlijk, de Q&A. Het zou tof zijn natuurlijk. Ik hoop dat we in ieder geval weer de, nou, laat zeggen 250 likes kunnen halen op de Q&A. Ik vind dat dat makkelijk moet kunnen. Ja, het is gelukkig wat langere gameplay. Gameplay is trouwens van Daryl1705. Hij haalt hier in ieder geval 90 plus op een potje Hardpoint. Nuketown, natuurlijk Black Ops 3. Ja, waar ik het vandaag in ieder geval als eerste wil over hebben zijn twee dingen namelijk. Eén, vanaf gisteren upload ik al mijn Let's Plays op Fishplays. Dat is mijn tweede kanaal, die had ik al en die ga ik gewoon weer gebruiken. Wil je meer info weten waarom dat eigenlijk is, verwijs ik je eventjes door naar de vlog van vrijdag. Waarin ik alles uitleg wat mijn bedoeling is eigenlijk met mijn kanaal in de toekomst, zeg maar. Hè? Je moet ook toekomstplannen hebben. Ik leg dat daar eventjes in uit. Daar verwijs ik jullie dus eventjes naar. Kijk die vlog eventjes en natuurlijk abonneer op mijn tweede kanaal, Fishplays. Link staat natuurlijk in de beschrijving. Dan wil ik meteen zeggen dat ik nog één aflevering heb van Ratchet & Clank. Die upload ik natuurlijk wel op dit kanaal en dat zal denk ik morgen zijn. Ik wil hem eigenlijk vandaag uploaden, maar ik ga niet heel veel video's uploaden natuurlijk. Dus ja, morgen in ieder geval kunnen we zien op mijn hoofdkanaal natuurlijk. Ratchet & Clank, de laatste aflevering. Oké, dan wil ik het hebben over de King 77 NL, in dit geval Mr. King 77, het gaming kanaal natuurlijk van Paul. Hij heeft dat van de week omgeturnd naar een community kanaal. Het heet dan ook eigenlijk één community. Het heet wel nog Mr. King 77, maar het is eigenlijk een community kanaal geworden. Dat beheer ik samen met Paul. In ieder geval, ik zal zo zeggen, ik ga Paul heel veel helpen ermee met het uploaden ervan. Controleren van gastrollen en zo. Wil jij ook een gastrol doen? Ja. Heel veel mensen vragen van, Chris, kan ik bij jou op jouw kanaal een gastrol doen? Nee, dat doen we dus ook niet meer natuurlijk. Je kan gewoon een gastrol doen op dat kanaal. En dat is natuurlijk het kanaal van Mr. King 77. Ik zet de link even in de beschrijving naar zijn kanaal. Je kan gastrollen opsturen naar een mailadres die bij mijn domein hoort. Dat is namelijk 1community@fishnaternl.nl. Want ik heb namelijk ook een website, fishnaternl.nl. En al die linkjes zal ik in de beschrijving zetten. Check gewoon alles, zou ik zeggen. En maak een leuke gastrol. En dan gaan we er met z'n allen tegenaan, denk ik. Met z'n allen elkaar helpen. Dat lijkt me een heel goed plan. Oké, hele lange intro. Sorry daarvoor, maar dat moet eventjes gewoon. Het is gewoon de informatie die ik natuurlijk bij een Q&A graag wil weggeven, aangezien dit best wel goed wordt bekeken namelijk. Oké, heb jij nou eens nog een vraag aan mij? Laat de Q&A vraag achter bij de comments. En heb je gameplay voor mij? Graag zelfs, ik heb echt goede gameplay nodig. Kan je namelijk opsturen fishnator1980@gmail.com. En dan kun je via WeTransfer doen, et cetera, et cetera, et cetera. Jullie weten al die dingetjes wel. Oké, we gaan in ieder geval over naar de eerste vraag. De eerste vraag is van Zikot YouTube. Ik weet, hoop dat ik het goed uitspreek. Q&A. Wat was je eerste gouden wapen op Black Ops 3? Mijn eerste gouden wapen, dat was, als het goed is, de KN44. Volgens mij daarna, vlak daarna haalde ik de CUDA goud. En op dit moment heb ik eigenlijk alle LMG's goud. Dus diamond. Ik heb alle assault rifles goud, dus ook diamond natuurlijk, en alle SMG's heb ik ook diamond, dus ook goud, om het even makkelijk te maken. Dus ik ga al aardig, goed zo zeg maar. Ik heb nog één wapen nodig met de shotgun, dat is de, hoor ik weer, de Haymaker. Die moet ik nog goud maken en dan heb ik ook diamond shotguns en ik ben op dit moment een beetje bezig met de pistols en zo, maar ja, ik sta op een punt van prestige, dus ik wil zo snel mogelijk even prestige, want dan ben ik namelijk prestige 10. En dan, kan ik richting master gaan. In ieder geval, dan raak ik in ieder geval niks meer kwijt. Dus dat is altijd hartstikke fijn natuurlijk. In ieder geval, de KN44 was mijn eerste gouden wapen. Volgende vraag van SRAM Gaming. Heb je ook een PlayStation 1 gehad? Dat heb ik niet gehad. Dat is eigenlijk van een van de weinige consoles die ik niet heb gehad.
Waarom, weet ik eigenlijk niet. Ik had toen de tijd... ik denk het wel eigenlijk. Ik had voor mij toen de tijd gewoon geen geld ervoor. Ik heb wel namelijk toen de tijd de GameCube gehad. Natuurlijk Nintendo GameCube. En ik had de oude, originele Xbox. Voor de Xbox 360 had je nog een andere Xbox natuurlijk. Die heb ik gehad. En voor mij had ik echt geen PlayStation 1 nodig. Ik speelde toen de tijd wel bij Paul veel PlayStation 1 games zoals... Euro 2000 en dat soort dingen. Ja, superleuk natuurlijk. Voor mij is het echt de enige bijna een van de enige consoles die ik niet gehad heb. Ik heb een Nintendo gehad, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube heb ik gehad. Oh, ik heb de Wii niet zelf gehad. Mijn ouders hebben het maar gehad. Dus ik kon er wel een GameCube spelen voor de gein, maar die... Dat had ik niet nodig nu natuurlijk. Ik heb natuurlijk de Xbox gehad, de Xbox 360, Xbox One, PlayStation 2, PlayStation 3 en PlayStation 4. Dus best wel wat gehad. Vroeger nog zelfs een Atari 2600, dat is heel erg oud. En een Sega nog wat of zo, weet ik veel wat ik allemaal gehad heb. In ieder geval, ik heb best wel veel gehad inderdaad. Commodore 64 heb ik ook nog gehad. Dus allemaal leuk spul. Maar de PlayStation 1, nope, die heb ik niet gehad. Volgende vraag van Dutch Gamers Q&A. Heb je niet eens nagedacht om neppe shit te uploaden zoals Armo en Job? En daarmee je schulden af te lossen. Of te betalen. Ik vind het wel leuk eigenlijk dat mensen dat altijd een beetje voor... Tenminste, proberen te helpen met mijn schulden en zo. Maar ik kan je vertellen, daar moet ik heel veel dingen voor doen om mijn schulden af te lossen. En ik lach er nu om. Omdat ik zo iets denk van, weet je, je kan elke keer wel in het verleden blijven zitten, maar dan word je eigenlijk helemaal gek. En ja, geloof me, ik heb er echt slapeloze nachten van gehad van heel veel dingen. En ook best wel heel veel tranen omgelaten. Maar nu denk ik zoiets van, het is nou helemaal zo, weet je, het is gewoon kut, weet je, dat je het hebt. Maar ja, aan alle slechte dingen komt een einde, zullen we maar zeggen. Dus, in ieder geval, daar denk ik in ieder geval niet meer aan. Maar in ieder geval, neppe shit uploaden, ja... Ja, voor de gein een keertje, weet je. Maar ik vind het leuk om een beetje sarcasme erin te brengen. Het is eigenlijk wel slim, eigenlijk, wat ze doen natuurlijk. Want ze verdienen echt pakken met geld. Zo simpel is het gewoon. En daarnaast vind ik Armo groep vind ik ook nog toffe gasten. Job, ja. Ik heb niks tegen hem, zeg maar ook niks met hem. Dus op zich, ja, kan wel aardig zijn. Maar ja, als ik die shit kijk en zo en hoe die reageert op Twitter tegenwoordig en zo, denk ik van... Moet dat nou wel zo? Maar in ieder geval, ik ben daar niet van die neppe shit. Ik vind het leuker om dan een sketch ervan te maken en zo. Ben ik niet heel goed in en zo. Probeer ik eigenlijk wel een beetje beter in te worden. Maar ja, dat is natuurlijk toekomstplannen, zou ik het zo zeggen. En ik hoop natuurlijk gewoon lekker hier met YouTube mijn brood uit te halen. En ja, de komende 2 jaar heb ik gewoon de tijd om gewoon van mijn YouTube, van dit YouTube zeg maar gewoon echt... Mijn leven te maken, mijn bron van voedsel, hè? Mijn inkomsten hier allemaal uit te trekken. Dus daar kan ik alleen maar steun van jullie van vragen. En ik moet gewoon mijn best doen om leuke content te uploaden. Zo simpel is het. Scroll elke keer verkeerd, dat is altijd leuk, hè? Sam de Meijer, vraag aan mij. Q&A, supporter je voor de Belgen tijdens het EK voetbal deze zomer? Ja, ik word er altijd wel weer aan herinneren dat wij niet bij het EK zitten als Nederlands zijnde. Ik vind het echt een schande, moet ik eerlijk zeggen. Hoe kun je nou met 24 landen in Europa? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb moeite soms met 24 landen in Europa in één keer achter elkaar op te noemen. En wij zitten er niet bij. Wij zitten gewoon niet bij dat EK. Ongelooflijk. Echt schandalig eigenlijk. En ja, best vernederend zou ik het zo zeggen. Maar natuurlijk support ik de Belgen. Ik denk dat ze eigenlijk best wel een grote kans hebben om ver te komen. Ik weet niet wat jullie trouwens idee daarover is. Laat het echt achter bij de comments, zou ik zeggen. Maar ik denk zelf dat je weer moet rekenen op een Spanje, op een Duitsland. Hè? Dat soort landen die gewoon het EK kunnen winnen. Misschien Engeland zelfs een beetje. Ik verwacht daaruit, zeg maar, de winnaars. Al moet ik eerlijk zeggen dat België gewoon een hele leuke ploeg heeft. In ieder geval. En ze spelen goed voetbal. Zo simpel is het eigenlijk. Volgende vraag van Gijs Games. Q&A.
Was jij vroeger goed in school? By the way, leuke video. Nou, ik was eigenlijk niet zo slecht in school, nee. Maar ik heb gewoon echt een tyfuszooi van gemaakt, om heel eerlijk te zijn. Zoals de meeste mensen. Hè? Meestal verneuk je het zelf, zo te zeggen. Ik mocht eerst HAVO, VWO doen en zo. En toen ging ik toets doen en ik ging helemaal een beetje gewoon kutten was het gewoon. En toen langzamerhand, toen heb ik uiteindelijk heb ik mijn MAVO diploma op D-niveau gehaald. Hè? Vroeger had je dat dan, ik weet niet hoe dat nu precies zit, maar in ieder geval ik had D-niveau MAVO. En tegenwoordig heb je kader en weet ik veel. Dat BBL, KBL, dat soort dingen. Dat weet ik toevallig via Paul. Maar toen tijd bij mij had je gewoon MAVO, HAVO, VWO klaar. Je had A-niveau, B-niveau, C-niveau, D-niveau, blablabla, enzovoort. Ik deed D-niveau en alleen op mijn eindexamen heb ik Engels gedaan op C-niveau. Grammaticaal ben ik daar niet zo heel erg goed in. En mijn talen overigens was voor mij echt een heel groot probleem. Ik moest vroeger Duits doen en Engels en Frans. Engels was dan het minste probleem natuurlijk, maar Frans best lastig. En Duits, ja, het is ook vreselijk irritant. Dier, das, dem, der. En weet ik veel wat je allemaal moest leren. Pure kut om dat te leren in ieder geval. Maar ik was best wel goed in school. Maar dan gewoon inderdaad in natuurkunde, scheikunde, economie, maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis heb ik gedaan. Wiskunde, heel hoog cijfer gehaald. En ben goed in rekenen, zeg maar. Dus dat is een beetje mijn knobbel, zal ik het zo zeggen. Volgende vraag, want we kunnen nog eentje heel snel beantwoorden. Bouke de Boer, Q&A, wat vind je van competitive gaming? Ik vind competitive gaming op zich heel erg leuk om te doen eigenlijk en te kijken soms. Maar ik vind het wel te gehyped, zeg maar. Dus dat is eigenlijk mijn mening over competitive gaming. Dus ik vind het niet slecht, maar ik ben er gewoon niet goed in, zal ik het zo zeggen. Nou, jongens, de gameplay is weer over. Ik zou zeggen, jongens, geef een duimpje omhoog natuurlijk. En vergeet niet alle linkjes te bekijken in de beschrijving natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. Later.